Dames en heren, jongens en meisjes, het is weer tijd voor Challenge Accepted. Het is weer tijd voor Gamersnet om een opdracht te gaan ervaren. En ik dacht, waarom gaan we niet eens een keer weer een andere indie oppakken? Een co-op indie, want goed, we hebben het allemaal kunnen zien met Overcooked. Dat is aardig chaotisch, dat is aardig leuk voor ons om te beleven. Dit is Lovers in a Dangerous Spacetime. En we gaan proberen met 4 man, de hele redactie van Gamersnet, maar dan maar een deel daarvan, proberen 1 ruimteschip aan te voeren. En we gaan kijken hoe chaotisch dat gaat worden. Without further ado, kan Gamersnet een ruimteschip besturen? We gaan het ontdekken. Challenge Accepted. Ik ben ook nieuw. Is dat wel duidelijk? Ik ben ja, maar we hebben er maar een paar. Ik ben 4 als het goed is. Oh. Ik ben Epsilon. No, ik ben ook oké met Ro. Ik ben Ro wel. Okay. Maar ik vind het wel kut dat je nu hebt gestolen, want dat is wel mijn main guy. Oké. Okay, ik ben Epsilon, voor de mensen die het niet weten, ik ben Epsilon. Epsilon, dat is een meisje. Ik ben alleen meisjes. Ja, hoezo een meisje? Tom is ook een bitch. Het is genderneutraal. Ja, oh! Zo niet genderneutraal. Maar ik heb wel een dikke, ik heb een fine ass. druk op A, man. Ik ben gewoon dik. Maar welke van de 42 genders voel jij? Oh, ik ben rechts onder. Oké. Haarspringen. Niemand gaat weten wat waar we zijn. Schieten. Dus we kunnen moeten op de knoppen schieten, jongens. Schiet op de groene knoppen om je shit te doen. Ja, tuurlijk. Okay, dat hebben jullie allemaal gedaan. Ik ga de meest dichtstbijzijnde gun zo. Oké, wie. Oh. Ja. Ik heb het gedaan. Ja. Nu. Oh shit. Terug naar de knoppen. Schiet die gasten dood dan? Ja, dat doen we. Oké. Als ieder gewoon een kant heeft. We moeten de shield en de engine aanzetten. Maar waar is de shield en waar is de engine? Dat komt zo, want here they come. Maar als iedereen gewoon een kant heeft, is het geen probleem. Nee, dit is makkelijk, maar straks gaan we allerlei dingen doen waar we bij moeten wisselen. Oké, schiet even. Ja, we moeten allebei de dingen openen. We krijgen nu onze tank engine. Shield. Oh, shield, oké. Okay. Dus wie gaat het shield bedienen? Ik weet niet waar de knop zit. Daar. Het blauwe ding, maar ik ben het shield aan het bedienen. Dus ik ga de kogels absorberen voor zover mogelijk. Kijk, als kun je helemaal rond? Ik kan helemaal rond. Ik heb kapot! Kijk, oh fuck, ik kom eraan. Oh, dankjewel, Kev. Yes. Ik ben rechts, hè? Nou, ja, dat weet ik inmiddels wel. Wat die gekke grapjes. Oké, okay, je moet tegelijkertijd op de knop schieten, op beide knoppen. Oké, doe deze. Oké, okay, ik doe die doet, ja, op de twee. Nice. Nou, goed gedaan, Kev. Oké, en nu hebben we dus ook een thruster, dus nu kunnen we gaan zweven. Jezus! Oh, ja. Maar hoe stuur je dan? Door dat ding te draaien. Want dat is hoe je thrust. Dus het is precies de andere kant waar je naartoe gaat. Maar daar moet je je motor sturen. Oh. Oké, ik heb nog steeds het schild. Laten we niet dingen kapot maken. Oh, dat moet niet. Nee, ik bedoel niet ons schip kapot maken. Laten we het schip intact houden. Oké, die moet dood. Nee. Kut konijn. Ja, oké. Ja, nou, en nu kunnen we naar beneden, want nu is dat ding dus open gegaan. Nice, yay. Power of Love. Power of Love zorgt ervoor dat dit ding open gaat. Wat een leuk spel. Ja, toch? Tot nu toe. Tot nu toe. Is dit mogelijk in je eentje? Ja. Ja. Je krijgt een hond helpen. Het is wel laf. Dit is bedoeld om co-op te doen, right? Ja. Maar kan dit in je eentje? Het kan in je eentje. Het kan, maar het wie stuurt er nou dan? Ik. Gaat het goed of niet? Is het kapot? Ik denk het. Kijk, wij zijn het schild is niet eens nodig. Nee joh, we zijn fucking goed. Ja. Okay. Eén bot. Nee. 16 no-scope, doe een rondje eromheen. Oké, ik schiet boven. Ik schiet onder. Oh, dat is ons speciale kanon. Wat doet dat dan? Ja, ik hè. Sorry. Wow, wie verpest het weer? Ik. Jongens. Oh, er komt een bal. Kijk. Ja, nee, ik heb het schild klaar. Okay. Het schild is goed. Niks aan de hand, joh. Wie heeft het goede kanon? Ik heb het goede kanon. Ik zit echt helemaal rechts. Ik ben rechts. Hij is helemaal rechts. Ja. Nee, want niemand zit op de groene, zit op dat gele ding. Nee, niemand zit op dat gele ding. Ja, dat is het gele ding. Het gele ding is dus voor dat Yamato kanon. Ja, dat snap ik wel, dat heeft toch eigenlijk helemaal niet nodig. Nou ja, wie weet, straks. Ja, dan kunnen we er altijd naartoe. Oké, we hebben nog iemand bevrijd van de kracht van anti-lieden. Zou ik gewoon doorgaan of zo? Ja, als iemand maar gewoon schiet, dan komt het. Je kan hun kogels ook kapot schieten. Ik doe de onderste. Ik ga naar boven. Het ziet er zo uit. Kut. Nee, ik ga erheen. Het schild staat goed, dus het is helemaal prima. Ja, maar als er. Het schild is dat impenetrable. Zo'n beetje wel. Lijkt je moeder wel. Wow! Iemand moet boven, ik ga wel boven. Ja, oké. Het ziet er zo leuk uit om die poppetjes te zien lopen op het schip. Wat is dit dan? Want ik vind nou wat. Dit is een scanner, geloof ik. Ja, dit is onze map. Je hebt zoveel dingen. Ja, je hebt te veel dingen. Oké, het was net nog een leuk spel, nu is het kut. Nee, het is nog niet kut, maar het wordt wel echt heel kut. Dat voel ik ook. Je moet hier slim voor zijn. Wow, hogere wiskunde. Je moet die Minecraft voor spelen. Oké, ik ga weer we kunnen dit ding
Kunnen we dat openmaken? Nee. Nog niet. Ik ga dit. Oh, jij gaat hem wachten. Ja, ik ga. Oké, dan ga ik hem doen. Ja, kijk. Okay. We gaan weer. Wie boven die, alsjeblieft? Ja. Oh, boven. Oh. Oh, ja. Yes. Gebruik het grote kanon. Ik heb ze al. Nice. Kunnen we zo nog gewoon aanrijden of niet? Ja, dat kan, maar het is niet heel snel. Dan moeten we wel het schild de goede kant boven, op staan. Ik zit nu boven. Okay. En ik ga weer naar links. Oké, okay, we kunnen die unit bevrijden. Yes, let's go. Ik ga weer naar rechts. Het gaat echt heel goed, hè, jongens? Ja, dit gaat best wel lekker. Tutorial level, maar okay, zo. Ik zit weer rechts. Oh ja, is dat Intel of zo? Let's go. Oh, wat vet. Het is zeker Intel. Wie gaat hem? Ik ga even los van het schild. Ik ga wel even de map bekijken. Oké, dus naar onder. Zo gaat het. Ik zit onder, dus niks aan de hand, jongen. Ja, ik heb nog steeds het schild. We good, fam, we good. Ik vind wel dat je het er makkelijk vanaf brengt met je schild. Weet je wat? Ga jij maar lekker. Nee! Ik pak het Yamato-kanon wel. Oké, okay, ik ga net. Kunnen wij nu moet dat kanon toch, omdat... Oh, shit. Shit. Ah, je verneukt. Oh, dat is de map. Waar is het schild dan? Het schild is het blauwe ding. Oh, maar gaan we niet daardoor kapot? Jongens. Oh, het schild is lekker makkelijk, hè, Peter? Ja, omdat... Ik moet even het schild zoeken. Ja, hartjes. Nu het schild naar onder. Ik schiet daarop. Oh, dat kan dus niet. Nou, Peter. Ja, maar ik kan het schild niet draaien als... Je kan het schild volledig draaien. Ja, maar niet als die aanstaat. Ja, oké, dat is waar. Oké, okay, ik heb hier... Oh, oké, okay, dit gaat heel... Ja, joh, Niels. Crash maar. Joh, okay. Er zal niemand onder gaan zitten. Of hier naar rechts. Ik zit rechts. Of links is dit. Echt, jongen. Ik ben met het schild bezig en gelijk zie ik je de boel te saboteren, Tom. Dat is niet waar. Om te bewijzen dat jij beter was in schild. Zit er niemand meer aan de guns. Ik zit aan de guns. Ja, dat zag ik. Ja, er gebeurde geen fuck. Oké, okay, schiet dat ding kapot. Ja, oh, dit zijn er twee. Oké, okay, dan zijn we nu klaar om het level uit te gaan. Fuck yeah, hier, hoppatee. Ciao. We hebben het tutorial af. Dit is trouwens echt troetelbeertjes stijl. Bia. Oké, dit, let's go into the wormhole. Ja. The heart hole. Psych. Rot op. Ik doe nog een vreugdeschot hier. Doe. Kan je die omheinde schieten? Ja, maar dan moet je even een timeout. Ah, we doen nog even een leveltje, toch? There we go. Mooi. Ja, precies. Schild edit werk. Oké, okay, 5 bunnies verzamelen. Dat moet te doen zijn. Oké, okay, 1 iemand moet het schip blijven doen. 1 iemand moet de kanon blijven doen. We doen allemaal het schip. 1 sturen. Wie pak het schild? Oké, ik pak intel hier. En ik ga ook even onderop nog even intel pakken. Oh. Ik begin even met rechts schieten. Oh, yes. I got it. Komt intel onze kant op of niet? Nee, ja, daar hebben we hem. Oké, ik begin hier met rechts schieten. Oh, komt er wel. Oké, okay, ik ga even Dat was kijken. Intel, ik was al helemaal benieuwd met mijn schild. Nee, wacht jongens, laten we even kijken. We hebben daar, dus linksonder. Gaan we linksonder? Ik schiet die meteoriet. Yes, sir. Op. Ja. Oh, rechtsboven. Ja, ik zit bij mijn schiet. Aan mijn kant zitten heel veel van die schepen. Oké. We zijn nu weg. De top sector is clear, top sector is clear. Ah, ja. Oké, voel je de power van Grind alweer, of niet? Dat is net Destiny, man. wat is dit? Too soon. Oh, ik ga even die meteoriet kapot knallen, ja. Ja, ik snap ook niet waarom die gasten hier allemaal doorvliegen van jullie. Oh, hier zit een knop, jongens. Knop. Oké, Leuk dat je kijkt trouwens, knop. Eens kijken. Okay, ik ga boven. Ik heb onder en rechts. Alright, we good. Oké, okay, ik heb hem al. Oh, schild. Nice. Waar ben ik? Hier, oh ja, er zitten er 2 hier. Nice, zonder intel. Ik ga ze even pakken. Oké, schild er 3 zelfs. Schild rechts. Wie heeft het schild? Het is al gebeurd, joh. Ja, ja. Oh, er zijn er gewoon 3! Ja, makkelijk. Oké, schip. Lemon, squeeze. Oké, rechts, links bedoel ik. Nou, die rechts is erg, hoor. Okay, ja, nee, ik ben al. Ik, rechts is onder vuur. Okay, en wij ook. Zo. Oké, okay, rechtsboven. Ik pak rechtsboven. Ik heb rechtsboven. Ja, maar. Het schild is saai. Ja. Ja, nu heb ik een nieuw bitch over het schild. Okay, ik pak de meteoriet. Ik help mee met de meteoriet. Okay. Ik vind schild zo saai. Ja, omdat ik het zo fucking goed kan. Oh, hier zijn er twee. Eindelijk. Okay. Oh, nice! Oh shit, oké. Okay. Get ready for the showdown. Jullie zijn in orbit. Oké, okay, schiet die gele dingetjes. Oké, monsters. Laat me even jij mag zo ook schieten. Nou, hè? Ja, we zitten nu automatisch. We zitten in orbit. Ja, dat zeg ik tegen je. Oh. Ik dacht dat het misschien duidelijk was, maar prima. Ja, yeah. Oké, okay, we hebben ze. Nu naar de buitenkant, toch?
Nee, nu die. Iemand links. En er zit nog een gele. Er zit nog een gele op de. Ja, ik ben hem. Ja, nice. En nice, goed jongens. Gaat lekker bezig. Nog eentje. Misschien moeten we een beetje verder. Misschien moeten we hem op extra veteran zetten. Ja. Dat is makkelijk. Ja, boy! We hebben hem. Nice. Schiet even de ding kapot. Ja, boy! Ja, we zijn klaar. Ja, we kunnen naar de portal. Daar. Veteran, easy peasy, jongen. Dit doen we gewoon. Echt, jongen. Level 1. Maar level 1, ja, ik wou net zeggen. We zijn gewoon wederom koffie. Dat maakt niet uit. Je kan zeggen, ik veteran haal. Maar ik vind het... Oh, dus daar sloof je altijd mee uit met Dark Souls. Je hebt gewoon één level gespeeld. Cirkel. Ik kan veteran. Ja, ik heb 1, 2, 3 uitgespeeld. De tutorial dan. Ja. Doen we nog een paar vreugdeschoten? Oh, er zitten twee knoppen. Ja, la, 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 la. Oké. We vliegen eromheen. Ja, we zijn er bijna. We do it, we do it. Mijn theorie is we zouden veel meer konijntjes moeten redden. Ja, we zouden van meer kunnen gaan. We hebben nu al 6 van de out of 5. Dus. Kijk, is dat aan. Onderkant. Beuken. Oké. Okay. Niets aan de hand. Doei! Nice. Nog één leveltje, ja? Ja, dat ja, was gewoon een nieuw schip of zo, Tom. Oh, wat ik net zei over dat die ruzie meeviel. Fuck jullie allemaal. Ja, maar dat is niet omdat wij slecht zijn. Ja, ik heb de scan, jongens. Oké. Okay. Ja, ik wil wel sturen. Ik pak schild wel. Ja, dit zit met vast. Met X doe je... Ja, maar nu ga je juist... Nee, dat is de planeet, dat is de planeet. We moeten naar rechtsboven. Ja, dus dan... Ja, goed zo. Ja. Oh, zo. Dat oranje ding naar rechts. Ik ben binnen. We moeten naar rechts. We moeten ook. Maar er staat een planeet met zo'n geel mannetje. Ja joh, ik vind het prima joh. Ja joh. Helemaal prima. Waar is rechts dan? Nu naar rechtsonder. Oh, ja. Dan heb je zo'n mat die je kijkt. Weet je wat rechts is? Jezus. Waar ik raak het? Zo, oké. Die wil je dood en that's it. Dit was het. Ja. Hier is het hartje. Hier boven ons zit het hartje. Oh, maar we moeten nou even. Oké, weet je wat? Ik ga wel op de map kijken waar dat ding is. Kijk guys. Op de map, Tom. Naar boven, basically. Linksboven. Gewoon naar boven. Is dat helemaal daar? Ja, man. Space is big, yo. Nou ja, in Star Wars niet. Heb je gewoon. 3 planeten die dat te doen. Oh. Nee, maar fantastisch, stuurman. Nee, dit was goed. Want? Wat extra? Want? Dit is mijn. Wat extra damage, want dat kunnen we hebben. Ja. Easy. Zo lekker. Okay. Nu de gele ding eronder. En nu de rode. Got it. Schiet nu die zwarte neer. Yeah. Wow! Close. Heel makkelijk. Kan niet zo goed sturen. Kun je de castle run trouwens ook runnen? In 13 punten zoveel parsecs. 11. Oké, nu naar boven. Ja, dat is de boven 3. Oké, schild is up. Shields are up. Oké, wacht. Captain! Ik ga naar het linker kanon. We hebben ze al draai, nice. Ja joh. Bonus. Okay, schild rechtsonder, schild rechtsonder. Ja, yeah, got it. Ik kan weer naar rechts. Man. Oké. Wat is dat? Oké. Niet erin! Schild! Nee, niet erin! Ja, maar dat houdt toch op? Als je oh ja, ik zie dat het ophoudt! Als je gewoon je schild hebt gebruikt... Dat is een explosie! Je moet hier wegkomen, heel snel. Ja, we moeten hier weg. Schiet dat zwarte ding kapot. Mag ik naar links? Nee, we gaan naar rechts. Dit is prima. Oké, Pete, je moet nu wel. Is dit een zwart gat, basically? Wel. Het is een soort van. Waar is hier niks aan de hand, joh, doe chill. Echt, jongen. Schiet dat groene ding. Meteoriet. Ja, ik vind toch het sturen, joh. Beuken ze gewoon. Het schild staat goed. Oké, iemand linkerkanon voor de gele. Linkerkanon voor de gele. Guys. Echt, joh, oh nice, denk, Yamato gun. Ik denk sowieso in de comments komt echt wel te staan dat ik de man ben in Fortnite. Vooral als je er zo om bedelt. Okay, het internet werkt altijd zo. Schiet de zwarte. Jezus. Maken, okay. Je bent zelf fucking. Die komt gewoon op ons soundboard, gewoon dat stukje los. Schiet van de context. Heb je zelf wel eens in de spiegel gekeken, joh? Nee, ik ben een pinda, geen zwart. Of ben je broek? Waar moet ik heen? Kan iemand misschien een kaart lezen? We hebben geen intel, maar we kunnen even op de kaart kijken. Gewoon naar beneden. Ik zou zeggen naar onder. Ja. Naar beneden, een beetje rechts. Komt goed, we vinden wel wat. Schiet dat groen. Nu is het wel.
Ik denk dat dit onze meest beladen aflevering holy is. Die dingen die schieten niet, maar ze gaan er wel voor. Oké, we moeten naar onder, links onder zitten twee. Ja, om de planeet heen. We gaan gewoon met de orbit mee. Ja, dus okay. Zet hem gewoon in orbit. We kunnen iemand extra op guns zetten eventueel. Oh, we gaan in een andere orbit naar links. Maar dat. Oh ja, er zitten er nog twee. Daarboven. Ja, we gaan voor die twee. Moeten ze allebei hebben? Ja, gewoon allebei. Bonus friends. Bonus friends, maat. Kijk, ik schiet ze nu kapot. Oh shit. Blijven in orbit en we gaan gewoon die dingen kapot knallen. Ik pak links wel even. Ja, ik moet even. Oh nee, onder, dat is beter. Oh, jij pakt onder? Oké, dan pak ik gewoon. Ik shield alles. Oh shit, er komen van de andere kant, of niet? Ja. Zal ik blijven shielden schiet of ga ik zwarte... schieten? Oh. Ga maar schieten. Ja? Ja. Oké, dan zet ik het shield deze kant op en dan wordt er geschoten. Echt? Nee, maar daar hebben we niks aan. Als we op deze plek blijven, staat het shield best wel lekker. Waarom is iemand aan het sturen? Je bent toch in orbit? Ja, we hebben hem. Oh nee, nee. Oh. Oh. Ja, okay. Dat shield stond best wel goed voor een shield wat verder niet beweegt. We hebben ze toch, of niet? Ja, we moeten nu naar boven, want dan hebben ja, we... Ja, maar geen drops. Band Xbox. Ja, maar... pak dat konijntje erboven nog. Ja, inderdaad. Ja. Het is toch on the way home. Ja. Ja, is dat hoe jij vriendschap bepaalt? Laat hem gewoon lekker zitten. Of ze on your way home zijn? Nee. Kijk. Van oh, vrienden kan ik af en toe. Nu gewoon naar het hartje onderweg zien. Oké, let's do it. Oh shit. Oh. Oh. Wow! Ik ga gewoon weg hoor. Ja, gewoon vluchten. Schild gaat naar achter, denk ik. Gewoon voor shits en giggles. Nice, goed gedaan. Oké. Netjes. Niels op front. Ja, okay. Niels is lekker bezig. Oké, schild rechts en links. Nee, erbij. Go. Ja, ik had goed. Iemand nog onder, schild onder, doe maar schild onder. Yeah, boy! Yeah, let's go! Yeah, let's nice. Go! Yeah, let's go! We hebben het gewoon geflikt! Group hug! Wat een veteraan! Group hug! Oh, hell no. Bonus friends, let's go! Nice! Challenge completed. Ja, was gewoon makkie. Wij zijn zulke goede vrienden dat wij dit kunnen. Zulke goede lovers. Oh, dan moeten we even de bonus nog. Ja, laten we dat nou een keer niet verneuken. Ik heb een kuur. Je slaat mij. Hier, fuck off. Wie ben ik? Hey. Wat? Ja, we slaan elkaar te slaan. Handig. Nee. Okay, frame drops! Oké, okay, hier. Oh, beam jam, nice. Power jam. Cadeaus. Oh, nice. Oh, kijk. Oh, ik heb een nieuw cadeau. Ik kan niet schieten op dat ding. Ik kan ook dit ding. Oh, we kunnen ook de motor krijgen. Ja. Nice. Iemand schiet links. Je ziet het misschien de volgende keer in een challenge accepted. Oh, die motor is hier anders. Die schiet nice. Links! Oké, okay, ik ga wel links, omdat je het zo lief vraagt. Dat was wel echt heel lief. Nou, dan heb je het dan. Challenge accepted, challenge completed. We kunnen daadwerkelijk een vliegtuig besturen in space met z'n vieren, in chaos. Klein beetje ruzie, is allemaal prima. Dat was het in ieder geval voor deze aflevering van Challenge Accepted. Mocht je zelf ook een leuke opdracht hebben of wil je meer van dit zien, laat het ons weten hier in de comments. Dan kunnen wij volgende week weer opnieuw uitrollen met een nieuwe opdracht of hetzelfde. Ligt eraan wat jij wil. Ik hoop dat je genoten hebt. Ik was Tom, de rest was de rest. Ze waren allemaal in beeld. Was leuk, de ballen. Tot ziens.